Wat maakt dat er zoveel kinderen in de jeugdzorg terechtkomen? Het lijkt wel een tendens eigenlijk. Hè? Vroeger weer waren de kinderen die het moeilijk hadden. Kinderen die het moeilijk hadden op school. Kinderen die het moeilijk hadden thuis en zo. En er werd dan altijd hulp voor gezorgd. Maar nu is het natuurlijk de jeugdzorg, die pakt heel veel van die kinderen pakt die op. En daar gaan ze allemaal behandelingen mee doen. Heel veel hulpverleners worden er opgezet. En dat is natuurlijk super. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Wanneer de kinderen de goede hulp gaan krijgen. En bij sommige kinderen werkt de hulp heel goed, bij sommige kinderen werkt de hulp minder goed. Ik ga even door naar mijn presentatie heen. En als je vragen hebt, zet ze even in de chat. Authenticiteit en eigenheid. Een kind wordt geboren zo puur, zo transparant, zo authentiek. Het kind heeft nog geen belemmeringen, geen blokkades. Het is er als hij zijn natje, zijn droogje maar krijgt. Dus nu en dan een schone luier. En het kind krijgt vast heel veel warmte, heel veel geborgenheid van ouders, van de hele omgeving die er omheen is. Het kind wordt geboren. De schooltijd. Ze gaan naar school. Rugzak op. Ze lopen de eerste keer lopen de schooldeur binnen en dan gebeurt het. Want thuis is natuurlijk al beloofd dat ze gaan lezen, dat ze gaan schrijven, dat ze kunnen gaan rekenen. Dat ze gaan spelen met andere kinderen gaan ontmoeten. En dat is natuurlijk superleuk. Want dat zijn allemaal weer nieuwe indrukken die ze krijgen. Maar het zijn heel veel indrukken die ze krijgen. Het zijn kinderen die leuk zijn, kinderen die minder leuk zijn. Er wordt ook wel eens gepest, er worden dingen afgepakt. Maar er worden ook heel veel mooie dingen gedaan. De juf en meesters zijn er ook voor getraind, opgeleid. Om de kinderen juist dat allemaal samen te laten doen. En ook de kinderen zichzelf te laten ontwikkelen. Ontwikkelen op IQ en op EQ. Want dat hele sociale aspect is natuurlijk ook een hele belangrijke, ook op school. Dus een kind gaat naar school en dan gebeurt het. Heel veel indrukken, heel veel tekst, heel veel letters, heel veel cijfers, tafels. Alles moeten ze eigenlijk gaan kennen. Wanneer een kind naar school gaat, zit hij op zijn stoeltje en dan gaat hij eens even rondkijken van wat gebeurt hier allemaal. En dan zitten ze naast iemand die ze leuk vinden of minder leuk vinden. Ze moeten hun tasjes uitpakken, hetgene wat ze hebben meegekregen van thuis, wat ze voor de lunch kunnen gebruiken of voor het drinkmoment, zeg maar. Ja, ik ben er een beetje uit, dus ik weet niet precies hoe dat precies allemaal op school toe gaat. Maar volgens mij hebben ze gewoon een drink- en een eetpauze waarbij ze iets eten en drinken wat ze hebben meegekregen. Nou, dan gaan ze spelen en dan gaan ze ook dingen leren. Er hangt wat aan het bord, er hangt wat slingers in de ruimte, zo ook vooral om het leuk te maken. Dus de kinderen moeten zich goed voelen in de klas. Dat is natuurlijk de bedoeling van iedereen. En daarbij ook nog dingen gaan leren. Dus het sociale aspect is heel belangrijk op school, in het onderwijs en het leeraspect. Het gaat niet altijd goed. Kinderen krijgen heel veel informatie tot zich en dat moeten ze allemaal maar zien te verwerken in dat eigen hoofd. En dat is best lastig, want in dat eigen hoofd gebeurt nog veel meer. Daar zitten ook emoties, daar zitten ook dingen die ze zich herinneren, die ze hebben meegemaakt, nare gebeurtenissen, maar natuurlijk ook de leuke momenten. En ook al die dingen die ze moeten onthouden. Alles van school, alles van thuis, afspraken die gemaakt zijn. Dat ze hun bed moeten opmaken, wie ze die dag komt ophalen, met welk vriendje ze gaan spelen, of ze wel naar een verjaardag mogen, wat moeten ze voor sport inpakken in hun tas. Er gebeurt heel veel in dat kinderhoofd alleen al. En de eerste signalen, dat is vaak van, mijn hoofd is zo vol. Het kan er niet meer bij. Mijn hoofd knalt uit elkaar. Dat hoor je vast wel eens. Van mijn hoofd is zo vol, het kan er niet meer bij. Nou, op de rechtertekening zie je ook dat de meisje, rechterafbeelding zie je ook dat de meisje een tekening maakt van wat er zo'n beetje allemaal in haar hoofd zich afspeelt. Ik denk dat het meisje een jaar of 13, 14 is zo'n beetje. Ze heeft een groot flip-overvel gepakt, ze heeft stiften gepakt en dan heeft ze alles opgeschreven wat er zo'n beetje in haar hoofd staat. Dat kan natuurlijk niet precies zijn wat er allemaal zich daar afspeelt, maar een samenvatting maakt ze daar eigenlijk van. Want alle details staan er natuurlijk niet op. Ze heeft niet opgeschreven toen ze 3 jaar was dat ze boodschappen ging doen met haar moeder. Ik bedoel, maar dat zijn we allemaal herinneringen die we hebben.
En al die herinneringen staan in ons eigen hoofd. Ook alle voorstellingen die we al hebben gemaakt in de toekomst, die hebben we al onthouden. En ook alle leerdingen komen er ook nog een keer bij. Alle kennis. Nou, daar raakt het hoofd vaak overvol van. En de signalen zijn vaak op gedrag. Het gedrag is onhandig. Het kind is druk of juist heel stil. Ongewenst gedrag. Zit te wiebelen op zijn stoel. Iedereen uit het op een andere manier ook weer. Waaraan merk je dat een kind niet goed in zijn vel zit? Waaraan merk je dat eigenlijk? Als je het in de chat zet, zou mooi zijn. Want waarom merk je dat een kind niet goed in zijn vel zit? Nou, als ik een antwoord zou kunnen geven, dat is, je ziet het aan het gedrag. Ze slapen slecht. Ze hebben een kort lontje. Worden niet uitgenodigd door vriendjes op verjaardagen bijvoorbeeld. Misschien worden ze wel gepest of zijn er pesters geworden. Communicatie wordt lastig. Laat mij nou even, dat zeggen ze ook wel eens, hè. Laat mij nou. Of ik wil op een kamer zitten, of ik wil een spelletje doen. Of ik wil gewoon even afsluiten van de wereld, want het is me gewoon allemaal te veel. En dat hoor je ook in de uitspraken die ze doen, zoals ik net al een paar noemde, van ja, mijn hoofd zit zo vol, het kan er echt niet meer bij. Nu even niet. Nou, ik denk dat je dat als volwassene ook wel herkent, dat je nu even niks wil. Wat doet het met een kind als het kind niet of minder goed kan meekomen? Nou, ik denk dat je het voorbeeld ook wel weer kent. Je kent ze wel, de kinderen die krijgen dan faalangst. Faalangst, het gaat niet lekker, ze kunnen niet meekomen op school. Omdat ze bijvoorbeeld de informatie niet begrijpen die de juffrouw ze geeft. Of de meester. Dus de informatie snappen ze niet. En de juffrouw en meester doen hun uiterste best om het nog een keer uit te leggen. Maar het pakt gewoon niet. Dat komt vaak omdat het hoofd zo vol zit en het kan er gewoon niet meer bij. En wat doet het met een kind? Ik hoor vaak dat het kind al slecht slaapt. Dat het geen zin meer heeft om dingen te doen, dingen ondernemen. Van laat mij nu maar. Dus wat doet het met een kind als het minder goed kan meekomen? Het maakt ze vaak faalangstig. Het maakt ze onzeker. Ik denk dat je vast wel heel veel voorbeelden daar ook van hebt. Bijvoorbeeld uit de praktijk. Het jongetje kwam bij mij en zijn moeder zei van, weet je, er is iets met mijn kind en ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik zeg, oké. En die moeder zegt, nou, ik denk dat het te maken heeft met het konijn wat dood is. Toen zegt het jongetje meteen, nee man, dat is het niet. Ik zeg, nou, zegt de moeder, wat is het dan wel? En die moeder heeft dat er thuis niet uitgekregen, zeg maar, wat er dan wel aan de hand was. Nou, wat was het geval? Deze jongen wordt gepest op school. Maar daar wilde hij niet over praten met zijn moeder. Dus hij werd gepest op school en dat was echt een heel groot probleem van hem. Want het jongetje, dat wacht hem iedere keer op als hij uit school fietste naar huis. Niemand zag dat, dat deed de jongen heel stiekem, maar hij werd gewoon van zijn fiets afgetrapt. En die moeder herkende dat inderdaad, dat de fiets constant kapot was. En dan zei hij, ja weet je, ik ben gevallen en dat is een smal weggetje en dan lag het op de weg, toen ben ik gevallen enzovoort. Dus de jongens had allerlei excuses zat hij te bedenken om maar niet te vertellen dat hij gepest werd tegen zijn moeder. Want als zijn moeder dat zou weten, dan zou hij naar school gaan. Dan zou die moeder naar school gaan, dan zou ze het verhaal gaan halen. En daar was hij weer bang voor, want als hij wat thuis zou zeggen, dan zou hij wel aangepakt worden, ook weer door dit jongetje. En had het beste jongetje ook gezegd van, ik heb nog veel meer vrienden om me heen, die gaan me helpen. Nou, je kunt je voorstellen dat een echt heel groot probleem is. Dus dat jongetje zat met een heel groot probleem in zijn hoofd, over al die pestmomenten, en die sloeg die allemaal maar op. En op een gegeven moment werd dat zoveel, dat hij niet meer kon leren. Want dat paste er niet meer bij. Nou, wat hebben we gedaan? Die pestmomenten hebben we allemaal verwerkt. Want er zijn allemaal kale feiten in principe. Het is een feit wat gebeurd is. Daar kun je niets meer aan veranderen. Maar wel hoe je dat zelf heeft onthouden. Daar kun je iets mee doen. Dat leg ik zo meteen nog even uit. Dus dit jongetje heeft zijn hoofd opgeruimd. Heeft emoties verwerkt. Waardoor hij weer ruimte kreeg om te leren. En toen kon de informatie weer een plek krijgen en kon hij steeds weer informatie daar weer bij stoppen, waardoor het weer lekkerder ging op school. En hij sliep weer, dus dat vond zijn moeder ook wel
wel heel goed. En zijn moeder was zo blij dat hij nu wel vertelde wat er werkelijk aan de hand was. Want zij dacht nog steeds dat het te maken had met de dode konijn. Maar nee, daar was hij niet mee bezig. Dus het gedrag is alleen maar een uiting van wat er zich in het hoofd afspeelt. Ik heb het idee, als jij een vol hoofd hebt, dat je ook even iets niet wil. En als je juist wel heel veel energie hebt en zegt van oké, ik heb weer ruimte in mijn hoofd, dat je dan ook weer andere dingen gaat doen als dat het allemaal zo opgepropt is daarin. Dus een gedrag, ja, wat is gedrag? Een gedrag kan zijn de boosheid die iemand laat zien, of de agressie, of het onzekere, of geen zin in, of heel stil of heel druk gedrag. Dat is alleen maar een uiting van wat er zich hier afspeelt. Ik heb een filmpje voor jullie. Ik ben niet oké, er is iets mis met mij. Ik ga dat filmpje even voor jullie starten. En dan kun je eens even kijken wat deze jongen daarover zegt. Ik ben hier gekomen omdat ik ADHD heb. Ik heb hier van mijn leraar heb ik een soort, ben ik een soort geholpen met mijn ADHD-problemen. Je moest eerst een tekening maken van je hoofd en alles omheen wat erin zat en alles. Zo ongeveer. Ik ben natuurlijk begonnen met het hoofd. Toen was ik een beetje aan het bedenken, waar heb ik last van? Ik heb, drukte is het meest. Dus dat was het grootst. Je wordt twee keer omringd, daarna kwam rommel. Ik kan heel slecht dingen onthouden. Helderheid met ideeën, staat hier, dat wordt een beetje soort tegengehouden. Als ik nou bijvoorbeeld helder wil denken, meestal, dat lukt mij dus gewoon niet. Het is een soort van muur die houdt dat tegen. Dat drukte, dat geeft mij vooral hoofdpijn en het is gewoon geen lekker gevoel. Meestal als er dan te veel dingen aan mij worden gevraagd, wordt die drukte alleen maar groter en groter en wordt het uiteindelijk gewoon een keer kwaad. En dan ga ik schreeuwen naar mensen. En wat gebeurt er dan als je gaat schreeuwen naar mensen? Hoe voel jij je dan? Nou ja, een beetje gefrustreerd en boos. Omdat je het zelf niet kan oplossen? Nee, ik kan het zelf niet oplossen. En mensen blijven maar steeds meer vragen. En leraar blijven ook maar steeds meer vragen aan jou. Ja. En wat gebeurt er dan uiteindelijk? Nou, dan loopt alles gewoon helemaal mis. En wat bedoel je daar precies mee? Kun je daar een voorbeeld van geven? Die drukte kan uiteindelijk lopen naar mijn huiswerk. Ik had vorig jaar heel veel moeite met huiswerk plannen. En als de druk alleen maar groter wordt, gaat het alleen maar steeds slechter. De school gaat ook steeds minder als ik steeds meer drukte in mijn hoofd krijg. Als je nu zelf nog een keer naar je eigen tekening kijkt, zou je dat eens kunnen doen? Wat komt er dan in je op? Dat ik dit niet meer terug wil zien. Ik wil zo mijn hoofd niet meer hebben. Krijg je uiteindelijk gesprekken, dan gaan ze het daarover hebben. Word je helemaal gekalmeerd en wordt je hoofd helemaal leeggemaakt. Dat heb je bij mij dus ook gedaan. Het heeft goed geholpen. En dus is het eigenlijk van deze naar dit veranderd. Zo werkt dat voor dit jongetje in zijn hoofd. Op deze manier heeft hij zijn informatie onthouden en kan hij het ook weer terugvinden. Zijn hoofd is vol, dus hij wordt boos. Ik hoop dat je ook hebt gezien hoe die jongen non-verbaal eigenlijk communiceerde. Want er gebeurt veel meer in zijn hoofd dan dat hij eigenlijk kan vertellen. En ook wat hij op zijn tekening kan tekenen. Want het zijn, weet je, alles wat in je hoofd zit, dat kan bijna onmogelijk op papier zijn. Je kunt wel een samenvatting maken van ongeveer hoe het voelt voor je. En ook als je over moet praten, dan is het vaak hetgene wat misschien te erg is, waar je het niet over hebt, waar je niet over durft te praten, niet over mag praten, niet over gaat praten, dat soort dingen. Ik ga nog even een PowerPoint starten. En als je vragen hebt, zet ze rustig in de chat.
Dus wanneer is een aanpak wel of niet succesvol? Nou, wat ik merk, als kinderen heel veel moeten praten over hun problemen, dan laten ze altijd dingen achter. Het is vaak te erg wat er gebeurd is, of ze mogen er niet over praten. Of zoals het voorbeeld net van die ene jongen, die zegt van, weet je, die moeder denkt dus dat het over een konijn gaat, maar het gaat het helemaal niet over. Hij was met hele andere dingen bezig in zijn hoofd. Dus wanneer is het succesvolle aanpak? Volgens mij wanneer het kind en de jongeren en de volwassenen leert werken in het eigen hoofd. Dan is volgens mij een aanpak heel succesvol. Want in dat hoofd staat ook alles onthouden en kun je het ook weer terugvinden, maar ook weer beïnvloeden zelf. Dat kan niemand anders voor je doen. Dus volgens mij is een aanpak waarbij heel veel gesproken moet worden en vooral dossiers opgevuld gaan worden met al die informatie die gegeven wordt, minder effectief als dat mensen zelf aan de slag gaan. Een aanpak is volgens mij ook minder succesvol op het moment dat iemand opdrachten krijgt om een soort huiswerk te maken, de dingen moet gaan doen. Ik kan ook tegen jou zeggen, weet je, jouw volle hoofd, het is heel onhandig voor jou, dat zeg je ook. Nou, je moet drie rondjes om je huis heen rennen, iedere dag. Nou, dat doe je dan keurig netjes, maar het werkt gewoon niet. Omdat in je eigen hoofd staat die informatie nog onthouden. En daar wil je iets mee doen. Dus wanneer is het succesvol of niet succesvol? Erover praten is wat mij betreft niet de oplossing. Het lucht zeker wel op, dat wel, maar het blijft allemaal in dat eigen hoofd onthouden. Dus wat er gebeurt ook in de jeugdzorg, op scholen enzovoort, mensen willen altijd alles van de ander weten, maar precies ook wat er gebeurd is, hoe het gebeurd is, wie erbij was, wat er gezegd werd, wat voor weer het was en wat het met je deed. Dat is allemaal informatie die heel veel tijd kost, heel veel energie kost. En daardoor natuurlijk ook heel veel geld. Want die trajecten worden dan ook heel lang. En de hulpverlener wordt daar ook heel moe van. Want je moet dat hele verhaal van die klant moet je onthouden. Wat is er gebeurd? Wat is er gezegd? Wie was er allemaal bij? Enzovoort. Wanneer is het gedaan? Wat is er precies gebeurd? En dan moeten ze allemaal onthouden. En dan eigenlijk daar de rode draad uit pakken. En als je mensen in het eigen hoofd gelijk laat gaan met het ene nare ding, dan hebben ze gelijk dat ene naar een moment te pakken. En door er niet over te praten, kunnen ze sneller aan de eigen knop draaien. Hulp gezocht. Waarvoor moeten mensen eigenlijk hulp hebben? Nou, de volle hoofd, dat heb ik nu al uitgebreid aan bod laten komen. Maar het gaat natuurlijk ook over leerproblemen. Als het leren niet makkelijk gaat, worden kinderen ook onzeker. Het zelfvertrouwen dat krijgt een deuk. Dus je moet zorgen dat een kind leert hoe te leren, hoe informatie te onthouden. En eigenlijk is het dus het werken met het eigen hoofd. Dus waarvoor wordt hulp gezocht? Volgens mij voor het gedrag van het kind. Het gedrag van het kind is niet handig. Dus misschien is wel de eerste stap naar de huisarts. En de huisarts die gaat dan zoeken in de kaartenbak van waar is het hulp voor deze persoon? Voor dit kind, voor deze jongere. Waar is goede hulp te vinden? En natuurlijk zijn het ook de eigen ervaring van die huisarts. Waar ze dan uit putten, hè? Wat heeft geholpen ook bij andere patiënten. Of er wordt natuurlijk op school wordt hulp gezocht of op een andere manier. Een voorbeeld weer uit de praktijk. En, dat was de jongen die zat in de praktijk met zijn hoodie op. En die was gewoon niet te bereiken. Dus hij zat met zijn hoofd zo omhoog. En denk, ja, hoe krijg ik deze jongen weer rechtop en dat ik hem bereik. Want ik kon hem niet bereiken. Hij zat maar zo helemaal naar beneden en zijn ouders waren erbij. Ik denk, wat moet ik inzetten? Nou, ik kan natuurlijk die ouders wegsturen van oké, ik ga even zelf met het kind aan de gang. Maar het was voor mij veel makkelijker om eerst uit te leggen wat zo'n sessie inhoudt. Wat ik precies doe. Dus heb ik ook uitgelegd van nou, alles zit in je hoofd en alles wat staat opgeslagen in jouw hoofd, dat heb je op jouw manier opgeslagen. En hij zat nog steeds naar beneden. En die ouders zaten op het puntje van de stoel. Die dachten van ja, wat heeft deze mevrouw te brengen? Maar langzamerhand ging hij een beetje omhoog. Want ik ging hem dingen vertellen eigenlijk die hem interesseerden. Die het leuk vond. Want ik vroeg bijvoorbeeld over. Nou, ik vertelde over iemand. Over een andere klant. En of ik dat nou verzin of niet. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik zocht dus eigenlijk een verhaal. Wat aansluit bij deze jongen. Toen zei ik van, nou, dat was een meisje in de praktijk. En dat meisje, dat had talenten. Dat had een enorm talent voor dansen.
Maar ze mocht niet dansen. Ze mocht niet dansen omdat het te ver weg fietsen was enzovoort enzovoort. Dus dat meisje, haar eigen passie zeg maar, haar eigen talenten, kon ze niet goed inzetten. En zo heeft iedereen talenten. Heb jij ook zoiets waar je heel blij van wordt, waar je iets mee kunt en waar je eigenlijk heel goed in zou kunnen worden? Wat zou je willen? En toen ging hij ineens omhoog zitten en toen zegt hij, ik ben supergoed in sport. Ik zeg, wat voor sport doe je dan? Hij zegt, eigenlijk zou ik willen fietsen. Heel hard willen fietsen. Ik zeg, wat heb je daar dan voor nodig? Hij zegt, een racefiets. Nou, ik zeg, heb jij een racefiets? Nee, zegt hij, die heb ik niet. En de ouders die zaten nog verder op het puntje van de stoel, want ze wisten dat helemaal niet van deze jongen. Nou, ze zijn naar huis gegaan. Deze jongen heeft een racefiets op de kop kunnen tikken. En die fietst inmiddels. En weet je, die wint door zijn haren enzovoort. En die vindt het allemaal geweldig. En hij heeft ook een clubje nu met andere jongens die dat ook met hem doen. Dus deze jongen is eigenlijk van, hij kon zichzelf niet helemaal zijn. Hij had iets in zich waarbij hij dacht van, dat is niet mogelijk. Maar nu die ouders dat ook wisten, konden ze daar samen een oplossing voor vinden. Hoe mooi is dat? Dus dat, die talenten van die jongen, die heeft hij zelf zo omhoog gehaald. En ook gedeeld met zijn ouders. En sindsdien is dat echt superleuk. Want die vader heeft zelfs ook een racefiets aangeschaft. En nu gaan ze ook samen fietsen. Nou kijk, dat zijn hele leuke dingen die je dan weer omhoog brengt bij iemand. En wanneer er steeds meer kinderen in de jeugdzorg terechtkomen, wordt die jeugdzorg overbelast. En hulpverleners weten het ook niet meer. De wachtlijsten zijn er, ik hoorde zelfs dat de wachtlijsten zijn van 2 jaar. Nou, dat is toch onmogelijk. Als ik vandaag persoonlijk, als ik vandaag een probleem zou hebben, zou ik daar vandaag de oplossing voor willen hebben. Want als ik een probleem heb, wordt mijn probleem alleen maar groter. Want ik moet iedere dag leven, ik moet iedere dag dingen doen, ik moet activiteiten doen. Maar steeds draait dat probleem in mijn hoofd, in mijn processen mee. Steeds op de achtergrond en soms op de voorgrond. Dus wanneer er steeds meer kinderen in de jeugdzorg terechtkomen, dan hebben ze nog later hulp als dat ze eigenlijk zouden willen, nodig hebben. En ja, de kranten staan er bol van. Het nieuws staat er bol van. Steeds meer kinderen in gemeente Noord-Holland raken in de problemen. Daarom is er extra geld voor de jeugdzorg. Maar is extra geld ook werkelijk de oplossing? Dat vraag ik me zo vaak af. Van wat doen we eigenlijk in de jeugdzorg? En we doen fantastisch mooie dingen. Er zijn zoveel bevlogen hulpverleners. En die doen hun uiterste best om al die informatie uit de kinderen, uit de jongeren te trekken. Maar die houden het vaak angstvallig. In dat kopie. Ik heb er zo meteen nog een video over. Een hele mooie video waarin je dus ziet dat mensen allemaal een soort blackbox hebben. En in die blackbox staat alle informatie zorgvuldig onthouden. En ja, die verdraagt misschien het daglicht niet eens. Of dat zijn geheimen. Of dat zijn dingen die ze privé willen houden. Of kinderen zijn al heel vaak zorgmoe. Er is al heel veel gebeurd. Ze hebben heel veel moeten vertellen. En alles wat ze vertellen komt in die dossiers. En de dossiers worden dikker en dikker en de hulp is er nog steeds niet, want het probleem staat nog steeds in dat hoofd. Nog meer artikelen. Extra geld jeugdzorg. Bodemloze put. Waar is het kind? Waar is het kind in dit verhaal? En hulpverleners, worden hulpverleners uitrusten met werkzame technieken, zeg maar, die ze toevoegen aan alle kennis die ze al hebben. Dat maakt hun deskundigheid nog beter, zeg maar. Allemaal deskundigheidsbevordering. Ze zetten al die informatie van nieuwe technieken, interventies enzovoort, bij alle kennis die ze al hebben. En dat maakt de hulpverlener juist heel krachtig. En dat is mooi, want ze moeten ook maar blijven staan, hè, in de jeugdzorg. Want er zijn natuurlijk heel veel medewerkers die ook onderuit gaan. Die ook al die dingen hebben in hun eigen kopie. En nog een keer al die verhalen van de cliënten erbij. Nou, dit is natuurlijk helemaal erg dat gemeenten een deel van het extra geld van de jeugdzorg in andere taken doen. Dus waar zou inderdaad geld voor de jeugdzorg naartoe moeten gaan? Volgens mij in de deskundigheidsbevordering van de hulpverleners. Mijn idee. Het servicerapport over problemen in de jeugdzorg, komt het ooit nog goed? Dat zijn allemaal recente artikelen ook, hè? Nou. Ik ga eerst even dat filmpje laten zien van de Blackbox.
Iedereen heeft een eigen blackbox in of buiten het hoofd. Daarin onthouden mensen zorgvuldig de eigen geheimen. Hier komt niemand bij, want dat is privé. Eigenlijk wil en durft men daar ook niet over te praten. In de zorg, hulpverlening, onderwijs en organisaties wordt juist veel gepraat over het probleem van de patiënt, cliënt, leerling en medewerker. Vaak moet gedeeld worden wanneer, hoe, wie, waar en wat er precies gebeurd is. Al die verhalen, vaak sociaal wenselijk, komen in het dossier te staan, inclusief het gedrag. De kern van het probleem staat en blijft echter tot in detail zorgvuldig onthouden in die eigen persoonlijke en individuele blackbox. Daar wordt niet over gepraat. En gelukkig de eigen oplossing ook. Met de matrixmethode worden alle zintuigen gebruikt om de eigen oplossing zelf te ontdekken en zelf in te zetten. Zonder dat er wordt gepraat over het probleem. Zonder dat de situatie wordt herbeleefd. En zonder dossier of langdurig protocol. Dat is uniek, krachtig en bewezen effectief. Gelukkig is iedere blackbox veilig bij de matrixmethode. Wil je ontdekken hoe gedoe tussen de oren wordt opgelost? Vaak al binnen één gesprek? Kijk dan op matrixmethode.nl. De blackbox. Daar waar alles staat onthouden. Alles staat onthouden, wat jij onthoudt, wat ik onthoud. Alles staat in dat eigen kopje. En daar komt niemand bij. En daar staan ook de geheimen. En daar staan ook de leuke dingen, de minder leuke dingen. Alles wat wij onthouden, staat in ons eigen hoofd onthouden. Op onze eigen manier. Dus we zijn ook de enige die toegang tot hebben. Dus alle adviezen van anderen is alleen maar extra informatie die wij erin krijgen, die wij moeten doen. Adviezen die we krijgen, acties die we moeten uitvoeren enzovoort. Dat. Dus volgens mij is het opruimen van het hoofd een heel belangrijk iets. Ik ga even terug naar de PowerPoint. Dus wat zijn de huidige problemen in de jeugdzorg? Het geld is op. De wachtlijst heb ik het net al even gehad van zelfs een jaar of nog zelfs langer. Passende hulp. Past de hulp bij deze jongeren, bij dit kind? Of is het soms te laat? Hè? Wat ik net al zei, van als ik vandaag een probleem heb, zou ik vandaag graag de oplossing willen hebben. En de passende hulp. Ja, weet je, wat helpt jou? Wat is een goede hulp voor jou? Misschien wil je wel paardencoaching, wil je wandelcoaching, wil je een andere leefstijl? Of, hè? Wat past bij jou? Kind krijgt heel vaak een stempel. We passen in hokjes. Je bent dit en je bent dat en je bent dat. Natuurlijk zijn daar hele mooie onderzoeken voor enzovoort. Maar ik vraag altijd aan iemand als ze in de praktijk komen van, wat is dat dan voor jou? Je hebt ADHD, wat betekent dat voor jou? Wat is dat voor jou? En dan krijg je bijvoorbeeld antwoorden van, weet je, het is zo vol in mijn hoofd. En het is een soort rollercoaster in mijn hoofd, of een soort achtbaan. Of alle gedachten, het staat gewoon nooit stil. En ik heb al die plaatjes die steeds voorbij komen. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Van wat zou jij dan kunnen doen? Wat zou je willen? Ik zeg, nou, als die plaatjes allemaal in het boek zouden staan, zou dat makkelijk zijn. Ik zeg, nou, dan gaan we dat toch doen. Ik zeg, waar zou jij dat boek willen onthouden dan? Binnen of buiten je hoofd? En heel vaak willen ze een boek buiten hun hoofd en dan gaan ze al die plaatjes inzetten. En dan maken ze hun hoofd helemaal schoon en zeggen ze, En ze kunnen altijd naar die plaatjes, want ze hebben ze gewoon geborgd. Maar dan buiten hun hoofd, in de cloud. Want in de cloud gaat het altijd met ze mee. Het is wat zij hebben gemaakt, waar zij het willen onthouden en weer terug kunnen vinden. Ook mensen met autisme of mensen die dyslectisch zijn, ik vraag altijd, hoe werkt jouw hoofd? Hoe werkt het in jouw hoofd? Er is ook vaak in de jeugdzorg te hoge werkdruk. Veel regels, baanonzekerheid en hoge lasten. En ook vaak natuurlijk het ontbreken van de werkzame elementen, de werkzame tools, die ze kunnen helpen om hun jongere kinderen beter te kunnen helpen. Deskundigheidsbevordering. Ik heb het er net ook al over gehad. En er worden steeds meer dingen weer veranderd. En er zijn adviesbureaus.
En die vergen gewoon heel veel tijd, geld en energie. Terwijl als je de hulpverlener zelf uitrust met meer deskundigheid, meer handvatten, meer tools, dan zouden veel meer kinderen veel sneller geholpen kunnen worden. Wie is er verantwoordelijk? Nou, je kunt het even lezen. In de jeugdwet staat de gemeente verantwoordelijk zijn voor de provincie. Nou, je kunt het beter zelf even lezen. En we kunnen natuurlijk altijd gaan wijzen naar iedereen, maar zoek het even bij jezelf. Dat is ook mooi. En wat kan ik doen om deze wereld mooier te maken? Wat kan ik doen om deze kinderen, jongeren nog beter te kunnen helpen? Wat kan ik persoonlijk doen? Want wijzen is niet handig. Dat gaat niet goed en dat gaat niet goed is niet handig. Zorg altijd dat wat jij kunt, zeg maar, wat jouw talenten zijn, waar jij 's morgens voor wakker wordt, wat zou jij voor hun kunnen betekenen? Dus wat kun je doen? Nou, wat ik bied is een kortdurende doelgerichte oplossing. Omdat je rechtstreeks naar de kern van het probleem gaat, omdat er niet over gepraat gaat worden. Dus laat de kinderen begrijpen hoe het eigen hoofd werkt. Zo belangrijk dat je daar bewust van bent. En je gaat geld efficiënter investeren in plaats van meer geld investeren. Dus maak het efficiënter. Geef hulpverleners handvatten. Maar geef daardoor ook je cliënten, de leerlingen, de patiënten, de mensen met wie je werkt, je medewerkers, je collega's, geef ze de tools. He, geef ze de tools, geef ze de handvatten, dat ze zelf met het hoofd kunnen werken. Dus het kind centraal laten staan, de mens centraal laten staan door de juiste vraag te stellen. En de juiste vraag is niet over waar en hoe en wat en met wie en met wanneer en zo, wat je net ook met die blackbox hebt gezien, met die video. Nee. Van oké, wat is het probleem wat jou in de weg zit? En zonder het over te praten, wat zou je daarmee willen doen? Dus we moeten gewoon ophouden met het systeem complexer te maken. Het systeem complexer maken betekent dat er nog meer geld naartoe moet. Waarom? Je moet het zo zorgen dat de klant zelf de regie weer krijgt. Dan worden ze onafhankelijk, zelfstandig en dan kunnen ze weer stappen gaan zetten. Nou, je ziet het aan mijn gezicht, daar ga ik voor. Dat is mijn passie, dat is mijn missie. Dat is mijn ding. En ik hoop ook die van jou. Dus we gaan dingen doen, zeg maar, die werken. Niet voor de persoon zelf. Dus investeren in verbeteren van passende begeleiding en behandelingen. Belangrijk dat je datgene doet, dat wat werkt voor die specifieke persoon. En dan ga je het inzichtelijk maken ook van de lange termijn effecten. Nou, ik ben al 30 jaar met deze techniek bezig. Ik heb het inmiddels aan heel veel professionals ook getraind. Ik train op locatie. Er worden online trainingen gegeven. Allemaal onder begeleiding van matrix trainers. Dat was helemaal supergoed. En dus heel veel mensen krijgen gewoon deze tools. Als ze dat willen. Hè, als het wat toevoegt tenminste aan je eigen kennis. Dat is belangrijk. Ik laat even zien hoe dat werkt. Want ik heb het vaak al over het hoofd gehad. Hè, hoe dat dan hoofd dan werkt. Ik leg het even kort uit. Boven is het dat linkse model, het werkmodel. En dat kun je ook nog terugvinden op YouTube als je dat wil. Werkmodel even in het matrix werkmodel intikken, matrix emotiemodel intikken. Dan kom je bij de video's waarbij ik het nog een keer uitleg. Sensorisch geheugen, werkgeheugen, lange termijn geheugen. Informatie komt binnen in het korte termijn geheugen, bijvoorbeeld bij leren. En informatie die heeft dan een keuze om weg te laten gaan, hè, dat je het vergeet. Of door te laten gaan naar je werkgeheugen. In je werkgeheugen zie je processoren. Dus dan ga je het verwerken. Dan ga je er wat mee doen. Dan ga je het koppelen aan informatie die je al weet. Dus je gaat bijvoorbeeld de woorden koppelen aan het alfabet. Bijvoorbeeld. Of je gaat meer kennis vergaren over iets wat je interesseert. Dat ga je bij de kennis zetten die je al hebt. Dus dat heet leren hoe te leren. Hoe ga jij dat doen? Dus je zet het bij alles wat je al weet. En nieuwe informatie moet daar natuurlijk als nieuwe informatie staan. Dus dan heb je weer, dan staat het weer als goede informatie, als neutrale informatie of als niet goede informatie. Nou, niet goede informatie bedoel bijvoorbeeld mee de foute woorden. De woorden die verkeerd geschreven worden, die staan dus verkeerd in dat kopie. Of bijvoorbeeld letters die omgedraaid worden of cijfers die omgedraaid worden. Nou, die haal je één voor één naar boven en dan ga je vervangen door de juiste informatie en dan weer op de goede manier onthouden.
Eigenlijk heel simpel uitgelegd. En zo simpel is het ook eigenlijk. Maar je moet niet zoveel verhaal erbij doen. Het is belangrijk dat iemand weet hoe dat kopie werkt. Dat lange termijn geheugen. Ik ga hem nog even uitleggen op emoties. Informatie, alles wat je meemaakt. Je gaat het wel of niet onthouden. Hè? Dus heel veel informatie gaat weer weg. Je kunt van dit webinar kun je onmogelijk alles onthouden. Informatie gaat dan weer door naar je werkgeheugen. Als je er wel wat mee wil gaan doen. Dan ga je het verwerken. Dan ga je het koppelen aan informatie die je al had. Of je gaat het als nieuwe informatie in je lange termijn geheugen onthouden. Of je gaat het weer vergeten. Als het in je lange termijn geheugen staat, dan kan het als positieve informatie staan. Als negatieve informatie of als neutrale informatie. Daar staan bijvoorbeeld die angsten en die trauma's en die nare gebeurtenissen. Die staan daar allemaal onthouden. Nou, wanneer we werken met nare gebeurtenissen, dat komt zo meteen met de emotie daar aan de rechterkant. Die nare gebeurtenissen gaan we per moment even naar boven halen. De triggers haalt de klant er zelf uit. En dan wordt hij weer ontladen, wordt hij onthouden of zelfs als positief. Of hij wordt zelfs vergeten. Zoals Belgen zegt, ik kan er niet meer geraken. Ik vind dat zo mooi. Hoe ze dat dan vertellen. Als je gaat naar het emotiemodel. Het emotiemodel, je leeft in het nu. Je hebt een verleden, je hebt een toekomst. In het verleden zijn dingen gebeurd, leuke en minder leuke dingen. En ook in de toekomst gaan ook dingen gebeuren, leuke en minder leuke dingen. En in het nu, want nu leef je, heb je daar een beleving bij. Nog steeds van dingen die toen gebeurd zijn, of al van dingen die mogelijk gaan gebeuren, waar je nu een voorstelling van hebt gemaakt. Dan heb je het nu, kun je dat gelijk ophalen, dan heb je nu een plaatje bij, een geluid, een gevoel, een reuk, smaak en of een gedachte. Of een aantal van deze elementen. Maar er is altijd een plaatje. Dus bijvoorbeeld, iemand heeft een hondenangst en dan hebben ze momenten meegemaakt in het verleden. Twee momenten en in de toekomst bijvoorbeeld één moment. Dan laten we ze ook van die stippen zetten. En dan zeg ik welke wit eerst aanpakken. En dan zeggen ze bijvoorbeeld die ene in het verleden. Oké, welke dan? Ja, die. Ze weten precies welke. En daar hebben ze namelijk een plaatje bij. Het is namelijk gebeurd bijvoorbeeld op 6 november 2016 om 2:03 smiddags en 2 seconden. Dus dat specifieke moment hebben ze dan. En daar ga je dan zelf de triggers uithalen van het plaatje, het geluid, het gevoel, de reuk, de smaak en de gedachte. Waardoor die neutraal wordt. Dus kijk even naar de linkerkant. Dus we hebben hem even omhoog gehaald. Dat rode dingetje. Dat negatieve even omhoog gehaald. Dat ene fragment. De triggers eruit gehaald. Geneutraliseerd en vervangen. Weer onthouden. Nou, dat is wat ik bedacht heb. In 1991. Zo lang ben ik eigenlijk al met deze techniek bezig. Ja. Open en eerlijk wil ik naar jullie communiceren. Weet je, ik wil altijd ook met zo'n webinar wil ik jullie gewoon heel veel geven. En dan hoop ik dat je het snapt wat ik bedoel. En dan kan ik alleen maar open en eerlijk zijn. Ik moet geen informatie achterhouden, dat is onhandig. Dus ik wil altijd open en eerlijk met jullie communiceren. Kijk wat ik doe. Is het wat voor je? Is het niks voor je? Dat kan natuurlijk ook. Dus open eerlijkheid vind ik hele belangrijke waarde. Dus alsjeblieft, zet het kind centraal. Het kind is onbevangen, wil lekker dit doen. Of dat kind nu naar rechts springt of naar links springt. Zij willen dat op dat moment doen. Helemaal goed. Dus laat het kind alsjeblieft spelen. Maar ook bewust worden van hoe dat hoofd werkt. Want daar hebben ze hun hele leven voor. Maar ze hun hele leven lang werken ze daarmee. Net als jij, net als ik. Dus wat tips heb ik nog voor jullie. Zorg voor veiligheid. Veiligheid is een heel belangrijke basis. Anders kun je niks bereiken. Altijd eerlijk, open en transparant zijn. Kinderen prikken daar gewoon doorheen. Als je niet eerlijk bent, prikken ze zo doorheen. Dan sluiten ze zich af en dan doen ze niks. Dan blijven ze inderdaad in die blackbox zitten, maar ook met hun eigen probleem zitten. En vraag het gewoon aan ze of ze ergens mee zitten waar ze een oplossing voor willen. Stel gewoon vragen. Is er iets waar ik jou mee zou kunnen helpen? Is er iets wat jou in de weg zit? Zonder dat je over hoeft te praten, kun je dat zo meteen opgelost hebben. En geef ze de ruimte om iets te vertellen zonder dat je meteen de oplossing geeft. Ik kan wel zeggen, weet je, je moet gelijk dat iets in dat plaatje uitgroeien. Nee, je moet eerst eens even laten vertellen. Oké, ik heb een probleem, dat probleem zit in mijn hoofd, bla bla bla. Maar goed, daar heb ik net al wat meer over uitgelegd. Dus geef ze de ruimte.
wat ga jij doen? Wat ga je vandaag wel anders doen? En ik hoop dat ik je met dit webinar wat informatie heb gegeven, wat bewustwording heb gebracht, dat je meer bewust bent, zeg maar, dat die processen werkelijk allemaal in dat eigen hoofd zich afspelen en dat je daar ook zelf mee kunt gaan werken. Dus de positieve dingen kun je nog krachtiger maken en de negatieve dingen kun je ontkrachten. Dus leer werken met je eigen hoofd. Zo belangrijk. Nou, daar ben ik weer in zijn geheel. Ik hoop dat ik jullie met dit webinar wat heb gebracht, zeg maar. Dat jullie inderdaad bewust zijn geworden van hoe dat dan werkt. Maar dat het ook bij anderen weer op een andere manier werkt. Dus hoe zou je bijvoorbeeld kinderen beter kunnen helpen door ze bewust te maken hoe ze informatie kunnen onthouden en hoe ze informatie die niet handig is, dat ze die kunnen vervangen. En ook emoties. Het zijn emoties die ze zelf hebben onthouden op hun eigen manier. Dus je kunt ze ook alleen maar zelf kunnen ze die bewerken en verwerken, zodat ze ontladen worden tot kale feiten, waardoor ze er geen last meer van hebben. Dus mijn oplossing voor de jeugdzorg is: zet het kind centraal, zet de jongen centraal, leer ze werken met hun eigen hoofd en geef alsjeblieft de hulpverleners de handvatten, de tools die ze toevoegen aan alles wat ze al weten, alles wat ze al kennen, zodat ze hun deskundigheid bevorderen. Nou, dankjewel dat je gekeken hebt en tot de volgende keer. Dag!